Rafaelov en Mbokani zijn de meer offensieve mensen. Golizadé van de rechterkant en dan Ben Chaib in steun van Nicholson. Kijken hoe lang. De backs van Charleroi, Kayembe en Van Kleemput hebben een goed offensieve impulsie gegeven. Hier is Morioka. Gaat hij zelf? Ah, plaatsbaltje. Vervelend balletje voor Jean Mutet. Maar een meter raad mee. Weer zo'n moeilijke controle bij Arnhem. Ja, maar hij van profiteert. De loopactie van Nicholson was net genoeg en hij zag het. Golizadé. En dan kan Nicholson eens gaan. Shamar Nicholson, goede controle. Maar daar is Buté ook. Ja, Sek die stak zijn arm al omhoog. Voor buitenspel, ja, maar dat was niet het geval. Maar wel een essentiële tackle toch. Goed van Nicholson. Nicholson opnieuw. Daar is hij twee keer kort na elkaar. Shamar Nicholson had de wedstrijd kunnen openbreken. Maar centraal, balverlies bij Antwerp. Dan heel snel 1-2. Snel getrapt. Dit wordt de laatste trap van de wedstrijd, zowat. Lior Rafaelov. Daar is de laat. En nog een bal tussen de palen. Van Kleemput. Blijft goed overeind. Golizadé. Ongelooflijk hoeveel die je afspurt op een wedstrijd. En natuurlijk het intense spurts. En hier de goal. Het is een lucky goal. Het is een on goal. Maar het is wel degelijk 0-1 voor Sporting Charleroi. En dit is exact wat Antwerp niet wil. Ja, het is omschakelingsmoment. Dan wordt uiteindelijk... ik denk dat Bereino die bal tot bij Ben Chaib wou brengen. En dat uiteindelijk via Sek die bal binnengaat. Dit is echt ongelukkig voor Sek. Ja, voor heel Antwerp. Wel een goede omschakeling. En dat wat we daar straks al gezegd hebben, die switch. Twee iets technischere spelers in de rug van een Mbokani. Rafaelov. Hier is Miyoshi. Eerst de baltoets. En daar al meteen de bal tussen de palen. Goede save van Pento. Rafaelov, tweede zone, Sek en de lat voorkomt de 1-1. Kansen binnen de 20 seconden voor Antwerp. Nou, de lat die daar de Soleil uiteindelijk een por geeft. Het is wel een fantastisch schot ook van Miyoshi en dan nog Sek tegen de kruising. Hier gaan we het nogmaals zien. Goh, wat een kopbal. Die doen het daar achteraan zeer goed verdedigend. Opnieuw Jukleruit. Jukleruit, Willem is in de weg, Miyoshi op Pento. Ja, dit blijft niet duren. Krijgt die bal net voorbij Morioka. Nou, weer Willems die die bal wegkopt. Charleroi helemaal ingedrukt nu. Jukleruit kan blind voorzetten. Benavente scoort. Het is 1-1 en dit is oververdiend. En natuurlijk viert hij niet. Christian Benavente, 3 seizoenen Sporting Charleroi. Dan nog een keertje Jukleruit. En zoals jij zei, Nico, die druk dat kan je niet blijven houden. Elke keer als je die bal in het bezit hebt en je verspeelt die zo snel, dan blijft die aanvalsgolf zeg maar duren. En dan moet het toch een keertje kreeg ook redelijk. Hier is Benavente. Miyoshi. Miyoshi, Benavente. Gaan ze het nog eens doen? Benavente, mooie beweging voorbij Pento. Ja, en dan heeft hij niet het overzicht om Mbokani te zien. Of Gerkes die daar helemaal. En Miyoshi en Benavente. En probeer de Pento te poorten, zie je. Sek, weer Mbokani zoeken wellicht. De lopende man is Benavente. Hier is Mbokani, ja, ja. Daar is het doelpunt. Dessolay lanceert Mbokani en dus geen buitenspel. En 2-1 Antwerp draait het helemaal om. En dat is uitzonderlijk dat je dat kan tegen Sporting Charleroi. En de loopactie van Benavente is hier essentieel. Ja, dat is wat ik bedoelde met de eerste helft. Nico, nu is er diepte. Er wordt lopende mensen moeilijk te verdedigen. Ook al was die bal niet optimaal richting Benavente. Verdediger moet daar ingrijpen. Het is Dissolet. Jukleruit. Het hoofd van Diagne. Opnieuw Jukleruit. Goed aangesneden weer. En dan Sek net niet. Ah, moest alvallend. Het is voorbij. Antwerpen wint de laatste wedstrijd van 2020. En het feit dat ze doen tegen Sporting Charleroi na een 0-1 achterstand.